van 6 tot 18 augustus. Kermis Goes 2021 op het parkeerterrein van de Zeelandhal in Goes. Langs de A256. Corona-proof. De absolute topattractie, de Propeller van Albert Oddelman. Normaal gesproken staat deze attractie nooit in Nederland. Tenminste, zelden in Nederland. En nu staat hij klaar voor jou in Goes. Klop je vliegtickets aan de kassa en stap in en ga van links naar rechts, boven en onder door het luchtruim. Let op, dit is geen booster, maar echt een unieke topattractie. Dus stap in, het is nu je kans. Terug van weg geweest, de Future Dance van Michael de Voer. De beste, mooiste, snelste breakdance van Nederland. Staat weer voor je klaar om zijn unieke ritten met rook en andere special effecten te geven. Stap in deze fantastische breakdance. De bekendste polyp en snelste polyp van Nederland staat ook weer voor je klaar. De turbopolyp van Hans van Ton, terug in Goes. Ook kan jij weer een rondje maken in de achtbaan met draaiende gondels. De grote versie is weer terug, de Supermouse. Nu op de Goese kermis. Weer een super attractie voor Mini en Maxi. De Street Dance van Burger. Lekker wippen met een fantastische show bij de rit. Kan nu weer in Goes, want hij staat terug voor jou. Het grootste funhouse van Nederland, Hero City XXL van Zuidema. Hele mooie, leuke obstakels kan je binnenvinden in dit funhouse. En buiten nog een waterparcours. Ga erin en probeer de obstakels over te komen. Een griezelend avontuur kan je beleven in de Ghost Gastel van Smit als spookhuis. Nog een keer de hoogte in en over de kop door het luchtruim gaan kan je in de mega booster van Bakker. 36 meter hoog en 100 km per uur door het luchtruim in deze fantastische booster. De schommelsensatie dit jaar voor Goes, de impact van hamers. Van links naar rechts en draaiend super G-krachten machine. Heb jij zin in een lekker windje? Dat kan in de Tornado. De draaiende attractie die op zijn kantje gaat mensen. Mag je niet missen. En dan zeggen we hotsie botsie knotsie mensen. Hotsie botsie 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 botsie. De oude scooter voor dit jaar. De vertrouwde Gone in 60 Seconds. Met de drifting scooters. Ook de benodigde kinderattracties zullen aanwezig zijn, net als de eetzaken en spelzaken om jou te vertieren. En het is een coronaproeven kermis, hou je daarom aan de regels van het terrein, zodat we een kermisbezoek voor iedereen veilig houden in deze coronatijd. En let ook op dat je op een goed tijdstip naar de kermis gaat, dat is een tipje mijnerzijds. Want het zou kunnen dat het terrein wel eens afgesloten kan worden, omdat het te druk is op het terrein. We willen natuurlijk voorkomen dat jij teleurgesteld wordt, dus kies een goed tijdstip uit. Meer informatie kan je vinden op www.kermisgoes.nl of via de Facebookpagina facebook.com/goesekermis. Of natuurlijk via de Instagrampagina, dat is Kermis Goes Official. En graag allemaal tot ziens 16 tot 18 augustus bij de Zeelandhallen in Goes. Mega Kermis Goes met superattracties. Hallo mensen, en tot slot van deze video heb ik nog wat leuks te melden. Want wij komen met iets unieks dit jaar en jij kan daar aan meedoen als je wil, als je het leuk vindt. Wij komen namelijk met een paar afleveringen van Kermis Goes TV. Is dat niet leuk mensen? Dat is heel leuk. We gaan interviews doen, we gaan allemaal leuke gekke dingen doen. Jij kan ook meedoen. Als je nou denkt van nou, ik vind het leuk om een aandeel te hebben in Kermis Goes TV, stuur dan een mailtje naar depatrick@outlook.be of naar fr.nl.de, kan ook allemaal. Nee, BE. Oh, BE, oké. Okay.
En dan kan jij dus, dan gaan wij een afspraakje maken dat we elkaar op de kermis meeten. En dan kom jij dus in Kermis Goes TV. Wat we nog meer gaan doen, dat hoor je allemaal. Je kan ook een reactietje geven onder deze video. Dat je denkt van nou, ik vind een leuk verhaaltje vertellen over wat jij meegemaakt hebt op de Kermis Goes. En dan kunnen wij dat ook meenemen in Kermis Goes TV. Nieuw dit jaar. Hartstikke leuk. Wat gaan we nog meer doen, Kelvin? Weet je dat al? Nee, maar wel leuke dingen. We hebben echt wat leuks bedacht, mensen. Iets nieuws. We gaan met de microfoon op pad en dan is het zo hard. Hup, een interview horen. Wordt als leuk, mensen. Dat dit jaar Kermis Goes TV. En bij je succes volgend jaar weer terug op dit kanaal. Nou, moeten ze toch kijken, Kenny? He? En Kelvin is dan de cameraman. Nou, veel plezier. Kermis Goes Fest 21. Woe, hij gaat door, baby. Woe. Zoals vanmiddag niet.